Arjan Vuurdink, hoe sta je nu hier? 1-1 in de slotfase geven jullie toch nog een goal weg. Ja, zo sta ik hier ook. Beetje gemengde gevoelens. Ik denk dat we de wedstrijd wat onzeker begonnen. Ik denk dat we daarna een fase hebben gehad waarin we ook best goed meegevoetbald hebben. Zelfs op 1-0 komen. Dan moet je maar één ding doen, dat is de 1 over de streep trekken richting de rust. En dat hebben we gelukkig gedaan. Ja, en dan weet je dat Bayern München nog meer gas gaat geven. En je hoopt zelf dat je de bal wat langer in bezit kan houden. Maar je merkt dat dat best wel heel moeilijk is. En dat zag je ook de tweede helft. We hebben, ja goed, alle ballen die we hadden, we gokten een beetje op misschien nog 1 of 2 kansjes. Maar ja, we zijn te weinig in staat geweest om de bal langer in bezit te houden. Toch hebben jullie weinig weggegeven. Voor de 1-1 heb ik 1 mogelijkheid geteld in het zijnet. Ja, natuurlijk. Nee, zo is het ook. Kijk, uiteindelijk moet er een team staan die speelt naar de mogelijkheden. En die ook realistisch speelt. Kijk, wij kunnen wel zeggen van we willen van achteruit voetballen en opbouwen. Maar tegen zo'n ploeg weet je gewoon dat dat heel moeilijk is. En je moet uiteindelijk een team er neerzetten die resultaat kan halen. Nou, dat heb ik in ieder geval gezien. En ik denk uiteindelijk dat de uitslag later nog wel betekenis gaat krijgen. Ja, want ik denk dat je morgen wel tevreden bent met een 1-1. Ja, misschien wel. Maar goed, kijk, ik sta hier in die zin dat ik door wil in de Champions League. Zo simpel is het. En dat kan nog steeds. Hè. Laat dat ook helder zijn. Dat vertrouwen is er ook nog steeds. We zullen de wedstrijd eens goed terug moeten kijken. En uiteindelijk moeten kijken of we strategisch gezien nog iets anders, andere dingen kunnen doen. Waardoor we, we moeten scoren uit. Dus zo simpel is het. Het systeem was goed. 5-3-2. Ja, nee, goed. Wij wisten dat natuurlijk al lang. In die zin dat Bayern ook zo speelde. Ja, dat is een beetje een tactisch verhaal, maar dan kom je altijd aan de buitenkant en kom je in keuzes terecht. Dus wij hadden al lang besloten dat we zo zouden gaan spelen, zelfs al een aantal keren zo gespeeld. Nou ja, en dat pakte in die zin goed uit. Ja, 1-1, jammer van die uitgoal volgende week. Opnieuw een nieuwe ronde, nieuwe kansen, denk ik. Nog niet kansloos. Nee, maar goed, maar zo sta ik hier ook. Ik bedoel, vooraf heb ik ook gezegd, we moeten resultaat halen. Nou ja, gelijkspel is een resultaat. Je hoopt uiteindelijk dat je geen tegendoelpunt krijgt. Dat hebben we wel gehad. Dus nu moeten we ervoor zorgen dat we volgende week een plan hebben waarmee we Bayern kunnen verslaan. Dat gaan we verzinnen. We hebben perspectief en daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, wat vond je van het niveau van de wedstrijd? Ik heb me wel vermaakt als neutrale toeschouwer. Nou ja, dat is mooi. Ja, als coach zit je altijd een beetje anders in de wedstrijd. Je hebt een plan bedacht en je kijkt of de plan wel of niet goed tot z'n recht komt. Kijk, wij hadden eigenlijk de bal wat langer in bezit moeten houden. Dat had ik nog wel graag gewild. Maar goed, aan de andere kant, als je kijkt hoe we verdedigen, hoe we er staan als team zijn, hoe hard we gewerkt hebben, hoe weinig kansen we weggegeven hebben. Dat zijn ook allemaal aspecten van mooi voetbal in mijn optiek. Daar ben ik hartstikke tevreden over. En een mooie goal gemaakt. Ja, nou die goal is fantastisch. Ik denk een fantastisch moment voor Renate Jansen. En ja, een prachtige goal. Het is alleen jammer dat zij ook een prachtige goal maakte in de tweede helft. Ja, eigenlijk bijna een identieke goal, hè? Ja, daar leek het inderdaad wel op, ja. Kijk, weet je, dat zijn altijd momenten waarvan je denkt van ja, tussen 3 man in, dat mag niet. Je moet daar voor je houden en ja goed, dat overkomt je. En laten we ervan leren, laten we een strijdplan trekken en volgende week gaan voor de winst. Ja, historische 1-1 is het ook. Ja, dat zeg ik, weet je. Morgen, misschien later, zal het resultaat wel betekenis gaan krijgen. Maar zo voelt het, begrijp je, nog niet helemaal voor mij op dit moment. We zijn halverwege, Arjan. Volgende week nog. Zo is het. Ja, zo is het. We gaan vol goede moed richting Bayern München.